We zijn aan het editen. We vonden nog een half vlogje. We hadden verkeerd genummerd, dus we misten nog een nummer 7, vlog nummer 7. Deze vlog hoort ongeveer in die periode thuis. Alleen dit, wat we nu opnemen, is terwijl we naar Shanghai aan het reizen zijn. Dat is dus vandaag. Dit wordt een beetje verwarrend, want dit shot, deze kleren, ga je pas later zien. Dus, dit is vlog nummer 7. Excuses voor het feit dat het een beetje een half vlogje is, maar hey. Brakaka! Goedemorgen. Wij zitten al 3 uur volgens mij in een gesprek met de Chinezen. Volgens mij is de samenvatting, Kalkman, dat het een moeilijke periode is om te spelen. Zo worden wat voorstellingen gecanceld en financieel is het wat lastig. Geld gepraat. Maar we krijgen nu toch, we krijgen alles terug. En, nou, dat komt allemaal goed. Ik kan daar niet iedereen mee vermoeien. Maar de communicatie gaat langzaam. Dat is met name het probleem. We hebben nu een telefoon. Van het Chinese overgezet naar het Engels. Ni hao, Eva. Oké. Works. Hello, money. Money. So many. All for Chris, almost. Het count it, Chris. Nou, het lijkt heel wat. Dit is gewoon, kun je reet mee afvegen, hoor. Dit is 500 euro of zo. Did you count it? Not yet. You have to sign for it, my brother. Nou, let me sit here. We hebben een raar dagje vandaag. Het is alweer 1 uur. Heel vies gegeten. Heel vies gegeten, ja. Met allemaal zit in een eendenhoofd hier. Dit was dan een karaf. Karaf, dat is ook uiteindelijk allemaal weer niks. Cappuccino te veel gekregen. We worden de hele tijd van onze VPN afgeknald. Ik tenminste. Heb jij nu even toevallig? Ik heb hem überhaupt niet. Het enige wat goed aan vandaag is, is het fruit. Een liché. Oh. Ik ga zo wel fietsen. Wordt het allemaal beter. Fietsen, even eten, dan weer een biertje en dan was het weer voor vandaag. Niet in dit. Nu wel. Boom! Even een rustig biertje drinken.